Paul Gladon, ongelooflijk. Ja, een doelpuntrijk duel en ja, jullie verliezen hem en dat denk ik niet gehoeven. Nee, zeker niet. Ik denk in de eerste helft vooral. Dan hebben we genoeg kans om al ver uit te lopen. Als we dan het overzicht bewaren, dan maak je er misschien al 4-5. En dan denk ik dat het gelopen is. En ja, in de tweede helft, dan geven we het ook veel te makkelijk weg. Ik denk normaal gesproken met 3 doelpunten moet het genoeg zijn. Als Sparta zijn er alleen, helaas is het niet zo geworden. En dan te bedenken dat jullie ijzersterk aan dit duel begonnen. Binnen een minuut lag hij er al in en eindelijk je doelpunt. Ja, zeker. We begonnen heel goed. Dat was een goede voorzet van Dennis. Dus ik schoot hem binnen. En dan denk je, als we zo doorgaan, dan kan het een lekkere avond worden. Alleen wat er daarna allemaal gebeurde, moeten we nog maar goed terug gaan kijken. Want dat lijkt nergens op. Je koopt er helemaal niets voor, maar ben je wel bevrijd nu je eindelijk dat doelpuntje binnen hebt? Ja, tuurlijk. Ik had niet het gevoel dat het echt... Tuurlijk, het liefst zou ik er een paar in liggen, maar het zat me niet dwars in mijn spel. Alleen, nu dat hij natuurlijk binnen ligt, dat is natuurlijk voor mezelf wel lekker. Alleen helaas, wat je net al zegt, heb het niet geleid tot een winst. En dat is dan wel heel zuur. Want jullie kregen kansen, ook naar jouw doelpunt al, met Thijssen. Jullie kregen 1-2 komen jullie voor. Jullie komen zelfs op 3-3 en dan denk je, eindelijk tot zover en niet verder. En toch laten jullie ze weer terugkomen. Ja, zeker. Wat ik net ook al zeg, we hadden het al veel eerder af moeten maken. Als we in bepaalde opzichten het overzicht houden, dan lopen we, wat ik net al zeg, dan lopen we naar 4-5-2 denk ik, voor rust. En dan is het gewoon gelopen. Dan zijn hun geknekt en dan komen ze nooit meer terug in de wedstrijd. Alleen, dat doen we niet. En dan zie je dat het gewoon een hele moeilijke wedstrijd wordt. Je merkt ook dat Telstar geladen was. Ja, die oud-trainer, Vonk is natuurlijk oud-trainer. Je merkte dat hij volgens mij hoe dan ook wilde winnen. Ja, zeker weten. Vonk die natuurlijk hier als trainer heb gewerkt. En ook nog Twan van Huis en Kroes, Vicente. Ja, je zag het aan die jongens. Die klapten er vol op. En dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Alleen, je moet ook vooral naar onszelf kijken. Dat leek nergens op. Ja, en dan te bedenken dat het de laatste weken zo goed was, die opgaande lijn. Is dit een incident nu? Ja, zeker. De laatste tijd hadden we weer de stijgende lijn te pakken. En dan denk je dat je door gaat zetten. En helaas, dan komt er weer zo'n wedstrijd tussen. Dat is moeilijk. Dit mag niet meer gebeuren. Laten we hopen dat het een incident is. En daar gaan we in ieder geval alles aan doen. Want jullie hebben een loodzwaar programma, hè? Met VVV, met Roda, met NEC, met de Graafschap. Ja, zeker. De periode die er nu aankomt, dan kan je precies zien waar je staat. Dus dat wordt belangrijk. En dan moeten we gewoon onze punten gaan pakken. En dan zien we wel hoe het dan uitpakt.